Oh, ik ben er al. Ja, we gaan even met Joep bellen, toch? Clown Joep. Oh, dat is ook wel heel leuk, wat je nu doet. Oh, zijn we er al? Oh, het gaat weer helemaal fantastisch. Nou, dat komt natuurlijk omdat het vandaag een clownsuitzending is. En ja, dat betekent dat er allerlei jongleerballen, zeg maar, de lucht in gehouden worden. En daarom gingen we bellen met Clown Joep. Ja, en Clown Joep is een contactmaatje. En wat is nou eigenlijk een contactmaatje? Ja, iemand die contact maakt. Ja, hallo? Hallo? Hallo! Oh. Hey. Hoor je me? Ja, ik hoor je wel, maar ik zie je nog niet. Hey, joepie. Joepie, de poepie. Moet je op een knopje drukken. Ik zie wel een hele leuke verpleegster. Ja, zie je hey, daar ben je. Hallo, hallo. Yo. Lekker buiten. Ja, dat is even niet anders. Oh, heerlijk. Wat goed zeg. Ja. Ja. Wie ben jij? Ja, ik weet Dave. Het wel. Hi Dave. Wist Hi. Ik wel. Goed. Hey, Dave, jij bent een contactmaatje. Wat is dat? Ja. Nou ja, dat is eigenlijk een clown. Die probeert contact te krijgen met mensen bij wie dat heel moeilijk gaat. En daar gebruik ik de clown als middel in. Ja, nou, ik begrijp dat heel goed, maar om even een plaatje te scheppen voor de mensen. Mensen waar dat heel moeilijk mee gaat, wat zijn dat voor mensen? Mensen met die heel erg vergeetachtig zijn, oudere mensen of hele zieke kinderen of mensen met allerlei problemen waardoor ze niet... Waardoor ze heel erg in zichzelf zijn gekeerd. Ja. Eigenlijk niet echt zelf met iemand zullen gaan praten. Of dat niet meer kunnen, omdat ze dat kwijt zijn. Of dat ze dat nooit hebben geleerd. Dus het zijn ook wel volwassenen. Volwassenen die eigenlijk nog denken als een kind. Ja, alleen die hebben dan een pijn of een beschadiging in hun hoofd. Ja. Waardoor ze niet goed zich kunnen ontwikkelen zoals wij dat doen. Zoals kinderen dat normaal doen. Ja, dat snap ik. Hey, en hoe lang doe jij dat al? Vanaf, ik denk 2014, ben ik begonnen met het zoeken naar mogelijkheden om contact te maken. En toen ben ik heb je niet gewoon de telefoon gepakt dan, Dave? Je kan gewoon telefoon pakken. Hier, ik heb er hier ook een. En dan draai je een nummer en heb je contact. Ja, maar dat... Zo werkt dat niet.
Nee, bij de mensen met wie ik werk, normaliter, is dat heel moeilijk. Ik werk niet zo. En ik ben terechtgekomen door middel van een folder bij een clownsdame in Rotterdam. En dat vond ik toen zo interessant. En toen zei ze, nou ja, je kan ook nog naar die school en daar is wat meer verdieping. Dus dan ga je nog meer in op het maken van contact. Ja, want om clown te zijn, om zorgclown, contactclown te zijn, daar heb je dan wel een opleiding voor genoten. Ja, dat wordt je niet zomaar. Je doet niet even een rode neus op. Want ja, nee, we hebben hier in de studio Jasmin. Je kent haar wel. Je geeft haar theaterles. Ja. En die heeft even een rode neus op gedaan. En ja, ze ziet er hartstikke uit als een clown. Ja. Maar dat is het dus niet helemaal, zeg maar. Nee, het is ook heel erg... het eerste half jaar heb ik in de opleiding geen rode neus opgehad. Oké. Okay. Nou, ik heb hem vandaag ook af. Ik heb hem vandaag ook af. Ik denk, ik doe hem gewoon af. Ja, ik ben in opstand. Het komt denk ik door al die dingen die er gebeuren. Ja. En het eerste half jaar gaat het vooral over hoe is iemands lichaamstaal? Wat straal jij uit? Kijk eens goed naar iemands lichaam, naar iemands bewegingen. Probeer dat na te doen. Dat heet dan spiegelen, met een mooi woord. Dus en ook, je kan ook spiegelen van klanken van een bewoner of iemand met wie je werkt. Ja, ja, ja. Ja, en op die manier maak je contact. Dus dat contact, dat hoeft helemaal niet groot te zijn. Nee, dat kan heel klein zijn. Ja, zo'n cliënt die maakt bijvoorbeeld een geluidje zo met de mond. Brrr, en dan ga je dat geluidje nadoen en dan heb je al een dingetje met elkaar. Ja, net als bij baby's, hè? Eigenlijk zijn allemaal hele grote baby's eigenlijk. Oké. Supermooi werk wat je doet. Maar ja, toen nu kwam corona, Dave. Ja. Jij loopt contact te maken. En toen kwam corona en toen was het anderhalve meter afstand. Ja, en toen heb ik zelf maar bedacht dat ik het bij het raam, dat ik de woningen waar ik de woongroepen die dan op de begane grond zitten, daar ga ik dan bij het raam langs. Dus want ben je nou op je werk, Dave? Ik ben nu op werk. Oh, laat eens kijken. Dat willen wij graag zien. Oh, daar wonen de mensen die jij contact geeft. Ja. 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 Hier die wonen best... Normaal gesproken, hier achter mij is het activiteitencentrum. Het activiteitencentrum. Dat is nu dicht, hè, Dave? Ja. Het ziet er allemaal heel dicht uit. Waarom? Omdat ze hebben er een verpleegafdeling van gemaakt voor mensen met een beperking die in de stichting wonen. Die dan corona hebben, die worden dan hier verzorgd. Oké. Ben je wel veilig daar dan? Ik zit daar veilig. Oh, gelukkig. Oké. Het is aan die kant van het gebouw. Ja, oké. Nee, dan is het goed. Dan moet je dan maar geen contact mee maken nu, Dave. Nee. Lijkt me niet handig. Nu even niet. Nee. Hey, en jouw clown heeft een naam. Hoe ben je op die naam gekomen? Joepie de Poepie. Ja, dat is eigenlijk doordat je ook in de scholing leerde om een verhaal te schrijven over het levensverhaal van jouw clown. En ik heb een keer een prentenboek gevonden met Joep moet poepen. En dat vond ik wel geestig. Oh, leuk. Dat ik het zo heb, mezelf zo heb genoemd als personage. En je gaat een verhaal schrijven over wat heeft Joep meegemaakt en... Dus Joep wordt dat hele personage, dat krijgt dus een karakter en dat wordt een personage. Ja. En dan ga je dan een verhaal voor schrijven. Ja, hoe oud is Joep dan? Wil ik dan gelijk weten. weet Joep je eigenlijk is... niet. Nee, leeftijd heb ik eigenlijk dat nooit. Dat heb je niet opgeschreven. Ik vind Joep leeftijdsloos. Joep is van 2014, hoor ik van de regie. Ja. Dus die is nou 6. Wist je niet, hè? Nee, maar dat kon je ook nog niet weten. Is Joep wel naar school geweest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Joep. Ja. Dit is 6. Joep is niet zo heel erg van het tellen. Oké. Goed. Maar, ja. Wil jij nog iets weten, Jasmin, van de clown? Over de clown. Op welke dag is die überhaupt een clown geworden? Op welke dag?
Ben je op welke dag? Ja. Ik denk op een maandag. Ach ja, op een maandag. Ja, ik snap wat ze bedoelt. Nou, ik ben ooit bij een collega geweest die dus ook clown is. En ik zag wat zij met mensen deed. En dat deed me zoveel goed dat ik dat ook heel graag wilde. En zij werkte samen met een organisatie die een hele grote circus tent hebben, waar ze allerlei belevingen voor mensen met een beperking organiseren. En dat zag er toen zo prachtig uit. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Dus nou ja, eigenlijk dat is dus voor die 6 jaar, ik denk dat het een jaar of 8 geleden is dat ontstaan is. Ja, dus hij is al 8 jaar hiermee bezig. Ja. En hoe oud ben je zelf? Weet je dat wel, Dave? Ja, 35. Oh, zie je? Kijk, dus als je het aan Joep vraagt, dan weet hij het niet. Maar Dave, die weet het wel. Ja, ja. Hey, maar Dave, je doet nog veel meer, hè? Want ja, wij doen dingen samen, dus ik weet dat je nog veel meer doet. Ja. Dus je vertel daar eens wat over. Wat doe je nog meer in je leven? Ja, ik speel theater al vanaf heel jongs af aan. Ik heb ook heel veel dingen met muziek gedaan. Aan massage dingen doe ik ook heel veel dingen. Massages? Oh, daar wist ik niks van. Ja. Oh, lekker. Hand- en voetmassage. En ik ga nu naar een... als het allemaal door mag gaan van meneer Corona, gaat ik in het najaar nog naar een Indiase massage, cursusscholing. Omdat ik daar meer mee wil doen, ook met mensen. Dus contact maken door middel van aanraking, als het weer mag. Nou, en voorlopig is het afstand bewaren, lieverd. Ja, dus daarom. Dus is het de clown achter het raam? Ja, precies. Masseren op het raam kan ook. Je kan masseren op het raam. Ja, dan wordt dat het. Ja, ja, dat is wel een hele leuke act. Ja, ja, ja. Dus maar theater maken vanaf dat je jong was. En je hebt bij verschillende theater gesnaps gesneten. Ja, ja. En vertel daar eens wat over dan. Of weet je daar niks meer over? Ik ben ooit begonnen op de middelbare school. Ook een theaterproject werd gedaan. En toen ben ik daarna doorgeschoven naar een theaterorganisatie, De Nieuwe Amateur. Van Frank Koenen. Frank, die nu de Maakweken doet, had toen een organisatie heette De Nieuwe Amateur. Om allerlei amateurs een podium te geven om toch kunst te kunnen maken, in de breedste zin van het woord. En toen ben ik op een gegeven moment via iemand terechtgekomen in een gezelschap in Den Haag. En hoe heette dat gesnelsknap? Dat heet Die Hagenspelers. Ja, en, hi! Ik zie daar een hele vrolijke collega. Je komt nu wel op de radio, maar dat geeft niet. Nee, op YouTube. Hoor, kom op YouTube, komt ze. Bij jou op YouTube, maar dat geeft niet. Het is allemaal hetzelfde, joh. dat heette Die Hagenspelers. En dat ging toen stoppen, omdat er minder leden waren. En toen ben ik eigenlijk via iemand bij het Delfts Toneelgezelschap gekomen. En bij het Delfts Toneelgezelschap hebben we weer contact gehad met Jo van het Cultuurlab. Dus we zitten nu ook in het Theaterlab. En ja. Nou ja, zo rolt dat zo door. Dus ja, je bent gewoon een theaterbeest. Je bent gewoon een theaterbeest, hè? Te kunnen doen en mensen blij te maken en iets van kunst te kunnen laten zien. En creativiteit, het kunst maken, dat houdt je ook natuurlijk levendig. Ja. Wat je het liefste doet. En je hebt daarin eigenlijk ook je werk van gemaakt. Ja, ja. Nou, ik vind het super mooi wat je doet. Is het niet super mooi? Ja, dat ziet er ook heel leuk uit. Ja. Jasmin heeft inmiddels hier zo de neus op de voorhoofd geplakt. Dus het is net alsof ze een hele dikke bult op de voorhoofd heeft. Ja. Ja, zo doen wij dat ook heel vaak. Nou, Dave, ik vond het super leuk om met je te praten en meer te weten over de clown en over het soort clown. Want een contactclown is natuurlijk heel iets anders dan een circusclown. weten we dat.
ben het blij om te horen. En dat van de personage vond ik ook heel interessant om te weten. Dat elke clown heeft zijn eigen personage. Ja, ja. Een heel proces ga je door. Je gaat een heel proces door. En theater, kunnen als kinderen nou zeg maar nu naar ons kijken en die willen theater gaan doen. Is er op het moment in Delft nog theater te doen waar ze zich kunnen aanmelden? Weet jij nog iets? Misschien Stichting De Mo... Ja? Ja, wij doen dingen online momenteel. Hè, omdat je niet door de regels mag je niet met grote groepen. Maar ja, ik zou zeggen, hou de website, allerlei kranten en met je ouders de websites in de gaten van allerlei organisaties. Hoe heet die website organisatie waar jij dan ook theater doet? www.cultuurlab.nl. Ja, en die andere? www.delfstoneelgezelschap.nl. Ja, en die andere? www.smcf.nl. Nou, heb je ze allemaal genoemd. Dus wil je theater maken? Of wil je meer weten over clowns en wat voor clowns er allemaal zijn? Kan je op een van die websites je informatie vinden. Super Dave, had jij ook nog een website voor contactmaatje Joep? Nee, wel via Facebook. Oh, op Facebook is Joep te vinden. En Instagram. Facebook en Instagram is Clown Joep te vinden. Ook bij... Contactmaatje. Ja, contactmaatje heet het, hè? En is dat met een K of met een C? Met een K en dan contact met dubbel twee K's erin. Oké. En dan maatje is met AE. Oh, maatje met AE. Dus ja. Zoek jij een contactmaatje en wil je in contact met Dave Smit? Kun je altijd contact met hem opnemen? Is dat niet leuk allemaal? Contact. Ja. Op het moment mogen we wat minder contact met elkaar maken. Wij hebben in ieder geval heel veel contact met elkaar. En we blijven ook dingen doen. We zijn heel druk bezig met project Sprookjes van G. Wat binnenkort een film gaat worden. En precies. Dat komt eigenlijk door het contact gebeuren van op het moment. Ja. Hè? Ja. Nou, super bedankt. Dankjewel. Wij gaan zo bellen met Samantha. Die gaat ons iets vertellen over knutselen en kralen en zo. Ook heel leuk. En voor nu zeg ik tegen jou tot ziens. Dankjewel. Dag. Mwah. Nou jongens, dat was Dave. Een contactmaatje. Ja. Superleuk hè, eigenlijk. Ja, en even kijken hoe jij er als clown uitziet dan. Oh, nog een keer. Even kijken hoe jij er als clown uitziet. Nee, het werkt niet. Misschien als ik je opbel. Oh, daar ben je. Nou, en het rokje, kijk dan. Oh. Het rokje schijnt door. Heel leuk. Ga staan, clowntje. Doe je neusjes op. Een stapje naar achteren, oh ja, zo. Hoe voelt dat als clown? Leuk. Ja? Word je er gelijk blij van? Ja. Als je zo'n rode neus op hebt? Ja. Ja. Dus heb je dan ook gelijk het gevoel dat je grappig wil doen? Ja. Want dat hoort een beetje bij clowns, grappig doen. Nou, clowns is veel meer dan grappig doen. Maar daar gaan we het zo over hebben. We gaan eerst even bellen met Samantha. En Samantha, die heeft hier een winkeltje in Delft. En die heet Lazuli. En bij Lazuli kon je altijd gewoon, als je een feestje had, een verjaardag of zo, met al je vriendinnen of vrienden naar binnen om te gaan workshoppen. We gaan er even bellen. En dat kon dus ineens niet meer door die corona. Je kan... Oh, hallo? Ja? Nee, niet. Hallo? Samantha? Samantha, ben je er? Nee, geen Samantha. Nou, dan hangen we maar op. Ik bel er nog een keer. Hallo, Samantha? Hallo? We gaan het gewoon nog een keer proberen. Samantha, als je kijkt, we proberen je te bellen.
We doen even een muziekje. Dat is een hele goeie. Ja, ben ik in de lucht? Ik ben in de lucht. En Samantha, jij bent ook in de lucht. Welkom, Samantha. Dankjewel, hallo. Hallo. Ja, jij bent van Lazuli uit Delft. Ja, wat is dat dan? Wat is dat dan? La. Ja, vertel jij het maar. Lazuli is een kralenwinkel, sieradenwinkel. Er worden heel veel verschillende diensten aangeboden, waaronder ook het haren knippen en plankenverhuur. En een hele lijst, maar vooral ook workshops geven in creatieve dingen. En dat hele pakket dat bieden wij aan. Ja. Nou, dat klinkt heel erg leuk, hè? Want
Wat betekent lazuli eigenlijk? Lazuli, dat is, dat komt eigenlijk van het, van de naam lapis lazuli, van een natuursteen. Lapis, dat is een? Een natuursteen. Een blauwe steen is dat. Aha. Ja. En het is een liefdesvriendschapsteen. En ja, die is toen eigenlijk, daar stamt de naam van af. En wij verkopen ook die stenen, dus allerlei soorten stenen. Ja, maar hoe kwam je daarop? Dat is een blauwe steen. Nou, past natuurlijk hartstikke bij Delft. Ja, hè, van klopt. Blauwe hart, blauwe stenen, blauwe stadsclown, alles blauw. Ja. Dus heb je daarover nagedacht? Was dat, hoe kwam je daarop? Nou, eigenlijk is de vorige eigenaresse, dus zij heeft ooit die naam verzonnen, Lazuli Beats. En Beats betekent kralen in het Engels. Dus dat, dat was eigenlijk haar, haar naam. En dat heeft ze 7 jaar ongeveer gehad, die winkel. En toen ik het overnam, heb ik er Lazuli Creations van gemaakt. Dat betekent creaties. Ja. Dus dan... om het iets breder te maken met wat we kunnen aanbieden. Dat je meer kan doen. Ja, dus de naam heeft een beetje een geschiedenis met de voorganger, zeg maar. Ja, 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 ja. En je hebt die naam aangepast en gewoon zo gehouden, want je vond het een supermooie naam. Mooie naam, ja. En veel mensen die herkenden die naam ook. En toen dacht ik van, ja, dan kun je maar beter ook... het is een mooie naam, inderdaad. Dat is zo. Als je een goed merk hebt en mensen kennen het... en het is een goed lopend restaurant, weet ik dan ook. Als je goed reed, moet je daar niks mee doen. Moet je dat allemaal zo laten. Ja. Ook de recepten, ja. Dus dat is hetzelfde voor de winkel. Hartstikke leuk. Die winkel, daar kwamen altijd mensen workshops. Ik hoor je net zeggen, workshops doen. Ja. Is dat nu anders? Ja, in het nieuwe nu, zeg maar. Dus waar we nu allemaal mee bezig zijn. Mogen workshops nog even niet. Dus moeten we dus eigenlijk zoveel mogelijk via de computer iets aanbieden. En dat doen we dan door middel van online workshops. Dat zijn dan gratis workshops die we aanbieden via de... Oh, waar bied je die aan? Waar? Social media. Dus dat is via Lazuli Delft. Via Facebook wordt dan een filmpje opgestuurd. Volgens mij hebben wij zo'n filmpje van jou, hè? Dat gaan we je zo... Ja. Gaan we zo'n filmpje laten zien. Maar wil je meer weten over Lazuli, dan kan je haar dus vinden op Facebook. Op Lazuli Creation Delft. Ja. Zeg ik het goed? Helemaal goed, ja. Oh, fantastisch. Hey, en dus nu in het nieuwe nu is de winkel tijdelijk dicht. Maar voor de kinderen die zich allemaal natuurlijk hartstikke vervelen... Ja. Had jij een geweldig idee. Ja, ik dacht om lekker thuis te kunnen knutselen... is het ook wel leuk om doe-het-zelf pakketten te kunnen bestellen... wij hebben dan qua uitleggen en beschrijving hebben we filmpjes voor. En dan, die zenden we dan ook toe. Ook als er vragen zijn, zijn wij altijd te bereiken via Facebook. De sociale media, ja. Hey, en hoe ziet zo'n pakketje eruit? Wat zit er allemaal in? Wat zit erin? Ik hou van een cadeautje. Jij ook, hè, Jasmin? Ja, wij houden van cadeautjes. Nou, we hebben in ieder geval een starterspakket. Dat houdt dan in dat we dan een snoepzak gevuld met allemaal kraven. Ik dacht dat het snoepjes waren. Laat eens even goed kijken. Oh, leuk. Oh, allemaal verschillende kleuren. Ja, en dan allerlei touwtjes zitten erbij. Leren touwtjes. Ja, ja, ja. En dan eigenlijk in een starterspakket zitten dus een heleboel losse onderdelen. En in het begin weet je niet wat je ermee moet. Dus dan sturen wij een filmpje op met ideeën. En dan kun je er lekker zelf thuis aan de gang. Ja. Nou, dat klinkt echt heel superleuk. Kan je ons daar ook een voorbeeld van laten zien misschien? Ja, zeker. Misschien een bekende, dat is de vlechtarmband. Ken jij dat? Ja, ik zeg tegen Jasmin, ken jij dat? De vlechtarmband, ja, kent ze wel, hè? Met bedeltjes, ja. Ja, bedeltjes, dus die vlechtje. Kijk het eens hoger in beeld, laat zien. Wat leuk, hè, met al die kleurtjes. Het is net Moedersdag geweest, maar ja, je kan je moeder natuurlijk altijd zoiets leuks geven. Of zelf houden, ken ook natuurlijk. Ja, ik kan het ook zelf houden. Dat is ook leuk.
Ik heb nog van die wiring armbanden. En die kraaltjes heb jij allemaal daar zo in die winkel van je? Juist, en dan kunnen mensen rustig kijken van wat voor soort doe-het-zelf pakketten er zijn. Ik heb ook macrameën, dat is ook een hele leuke. Oh, maar dat ken ik helemaal niet. En als ik dat nou niet ken, dan heb jij dus zo'n filmpje hoe dat gaat. Ja, de macrameën, dat is in samenwerking met Ibiza Online. Atelier Ibiza Online, die geeft ook workshops, ook soms via ons. Hun hebben pakketten met de hele beschrijving erbij. Dus iedereen die de basisknopen niet kent, die kan het dan. En ook als ze vragen hebben, kunnen ze dan met haar in contact komen of via ons. Oké, okay, dus hoe heet dat? Vinden we dat op jouw website? Atelier Ibiza Online. Het wordt zo meteen hieronder bij mij geschreven nog eens. Of ja. We zetten het sowieso eventjes op onze website. Hartstikke. Dus dan kan iedereen het altijd weer terugvinden op onze website. En doorklikken naar jullie vreselijke leuke creatieve knutsel. Ik ben heel blij dat er nog steeds mensen zijn die zich bezighouden met creatieve dingen. En wat voor de kinderen natuurlijk de aankomende tijd super belangrijk is. Want we zijn allemaal een beetje, ja, een beetje verdrietig. Zijn een beetje... Dus daarom dacht ik ook, vandaag hebben we het over clowns. Want clowns brengen altijd vrolijkheid. Maar creatieve dingen maken brengen ook vrolijkheid. Vind je niet, Cement? Nou, zeker. Cementa? Ja. Cementa? Ja. Ja, had je nog iets aan te vullen? Want gaat de winkel weer open? Ja, zeker. We zijn met aanpassingen bezig in de winkel. Ook voor de, vooral voor de hygiëne ook. Want kralen en de mensen houden van overal aan zitten. Dus we hebben wat maniertjes gevonden wat van het uitwerk zijn. Dus hij gaat sowieso hopelijk volgende misschien week. Met schepjes of zo, net als bij de snoep. Ja, van oh ja. Dat je zoveel kraaltjes, dat je het erin moet scheppen met zo'n schepje. Misschien, ja, ik geef maar een tip van de malle molen. Ja, maar dus jullie zijn de winkel aan het aanpassen op de regels, de afspraken die men nu ons eigenlijk geeft. Juist, nou, veel succes daarmee hoor. En wanneer denk je dat de winkel open gaat weer? Volgende week of begin juni. Oké, nou we houden het in de gaten. Wat was de website weer? www.lazulidelft.nl. Wij blijven je volgen. We gaan nu eventjes naar zo'n leuk filmpje van jou kijken. Leuk, ja, top. Samantha, dank je wel. Tot ziens. We gaan elkaar gauw weer zien. Heel plezier. Veel succes hè, met de winkel en met de kralen en met Lazuli Creation Delft. Dank je wel. Doei. Dag, dag. Doei. Zeg even dag. Oh, ze zegt ook dag. De rode neus. We gaan een filmpje kijken. Wat heb je nodig voor deze armband? Draad? IJzerdraad? Of aluminium? Of zilverdraad? Kraaltjes? Kan kunnen ook echt alle maten zijn. Maakt niet uit welke maat. Elke maat heeft weer een ander effect. Een bliktang, een rond bliktang en een plat bliktang. Draad ongeveer 1,5 meter. Ja.
Kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen? Zeg door, heb je daar niks beters voor? Hè? Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen in mijn oude jas. En die twee mannen, die wonen er vast. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belaagd, ik dacht eens net of er wat aan me knaagt. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik het al gauw. Ik zag twee motten in die gaten zitten praten. Ik greep meteen naar de DDT. Maar daar verwoest je zo'n huwelijk mee. En besloot meteen, ik zal dat echtpaar daar maar laten. Er wonen twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril geluk. Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die dat van hem mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knap eens te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in zijn schik. Met zijn oude jas, twee motten en 10 motten kinderen. Een familie motte woont er in mijn jas. Ik laat ze refotten als een kleuterklas. Nou zitten ze boven in mijn kraag en eten zich een volle maag. Ze vreten mijn hele jas kapot, omdat de mot toch leven moet. Die lieve Charlotte en mottige Bas. Met een dotje van motte wonen in mijn jas. Ja.
Ja, want mevrouw had van der Woude, als u zit te kijken, wij proberen u te bellen. Ja, ik zeg gelijk u, netjes hè. Hoor je dat? Ik zeg gelijk u. Ja, dus nou, we zouden gaan bellen met mevrouw Hatte. En Hatte, die gaat over onderwijs. En niet alleen het onderwijs, ze gaat ook over emancipatie. En dat vind ik wel heel leuk, want wat, weet jij wat emancipatie is? Emancipatie? Wat is dat nou eigenlijk, emancipatie? Nee, dat snap ik. Ik ook niet. Dus daarom die vraag eigenlijk. Wat is nou eigenlijk emancipatie? Oh, we gaan het over een paar minuutjes nog een keer proberen. Nou, dat is dan in ieder geval wel leuk. Kunnen we dan in die tussentijd bellen met Ties of is die er ook nog niet? Oh, maar ja, het is dan misschien mogelijk dat we dan dat eerder doen of niet? Oh, dat is het. Ja, nou ja, dan moeten we maar een filmpje doen. Ja, filmpje van de clowns. Ja, hallo. Hallo. Nou, nu zie ik jou, maar jij ziet mij niet. Nee, maar ik zie als je dan... bolletje. Hallo, Hatte. Hallo. Hatte van der Woude. Want ik zei vanmiddag van de, nee, het is van der Woude. Ja, ja, ja. Dat zo'n letter zo verschil maakt. Ja, en wie ben jij dan? Hoi. Hi, ja, ik ben wethouder in Kan je een beetje, want kijk, dat wordt al gedaan. Nee, want ik zweef ergens in de lucht, dat zie je dan straks op YouTube. Maar ik was net als een soort balletje net voor je oog. Dat is ook weer niet de bedoeling. Maar het is al opgelost, dus nu ben je mooi in beeld. Oké. Okay. En dan zweef ik, zeg maar, rechts van jou in de lucht. Of is dat links? Nou ja. Oké, kijk ik de goede kant op dan? Ja, nou, als je naar mij wil kijken, moet je nu de andere kant op kijken. Naar het bolletje, zo. Dan kijk je... Een beetje zo. Ja, zo! Ja! Ja! Zo ja. Heb ik je lekker in het beeld. Nou, goed. Okay. Nou, welkom bij Ties en de Stadsclown. Wij wouden jou bellen. Leek ons leuk. Hartstikke leuk dat jullie mij bellen. Ik hoor altijd dat jullie erg leuke dingen doen. En wat vrolijkheid brengen in de stad. En ik denk dat het zeker nu wel belangrijk is. Want dit is natuurlijk wel echt een heel rare tijd. Nou, ik had het er net met Jasmin over. Woont in de Poptaland, zit hier in de studio. Is hoeveel jaar ben je eigenlijk, Jasmin? Elf. Ja, wist ik wel. Is 11 jaar. En we hadden het net over de rare tijd nu. Want die is deze week weer naar school gegaan. Ja, welke klas zit jij, Jasmin? Groep 7. Beetje harder praten, schat. Groep 7. Groep 7. Nou, wat vond je ervan dat je weer naar school mocht of moest? Leuk, maar ook heel raar. Raar, hè? Ja. Hard praten, hè? Ja. Voelde het nou een beetje als vakantie afgelopen weken of ook weer niet echt? Niet echt. Nee, want je kan niet echt leuke, gekke dingen gaan doen, hè? Dus, ja... Nou, veel binnen huisje. Zitten. Ja, veel binnen. Nou, dat hebben wij dan weer opgelost door bijvoorbeeld Maakweken TV aan te bieden. De afgelopen meivakantie. Maar het is wat. Het is een rare situatie, hè, Hatte? Nou, ik vind het net zo'n film.
Ja. Toen het begon, slechte dacht film, ik, nou, hoor. Als je een slechte film, als iemand zou zeggen, zullen we dit hier eens een film van maken, zou je zeggen, nee, dit is zo'n ongeloofwaardig verhaal, dat gelooft niemand, gaan we ja. niet doen. En het gebeurt nu wel echt. Ja, het is historisch. En ja, je hebt natuurlijk heel veel gesprekken de afgelopen tijd, jullie allemaal bij elkaar, over ja, hoe nou de regels en hoe de afspraken, ik noem het liever afspraken dan regels, want dat klinkt allemaal zo vervelend als je zegt regels, hou ik helemaal niet van. Dus wij hebben afspraken op het moment. Hoe moeten we de toekomst gaan zien? Want ja, Jasmin die zegt 2 dagen naar school. De juffrouw staat in een vierkant vlak. We doen elkaar niet meer aanraken. Ik mag mijn moeder niet meer knuffelen. Mijn moeder die is 75 en die vindt het niet eens leuk als ik op visite kom. Vroeger vond ze het altijd heel leuk. Dus de mensen worden chagrijniger. Ja. Ja, want eerst hadden mensen nog wel een beetje geduld. En toen was het ook een beetje nieuw. En nu is het nieuwe af. En nu ja, merk je toch dat sommige dingen wel echt vervelend zijn. En inderdaad, de opa's en oma's, die willen ook wel eens een keer iemand knuffelen. Ja, en de juffrouw, die staat, niet... de juffrouw staat in een vierkant vlak en mag niet in de buurt van de kinderen komen. Nee, want we moeten de juffen en de meesters ook beschermen. Dus het is echt al heel belangrijk. En we hopen natuurlijk dat dat niet lang hoeft te duren. Het gaat nu echt heel erg de goede kant op met de besmetting. Dus we hopen natuurlijk... Met geen besmetting. Met ja, besmetting zou betekenen dat iedereen... Ja, Ja. Maar het wordt wel nog een beetje spannend. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Wat er nu gebeurt, nu we een beetje losser worden. Wat gebeurt er dan? Blijft het goed gaan? Of komt het weer een beetje terug? Of komt het in de herfst terug? Dus het is voor ons allemaal, voor ons als wethouders en voor de burgemeester, maar ook voor de minister-president, we zijn allemaal in een situatie die we nog nooit hebben meegemaakt. Beetje dus vaag probeert... dus, voor jullie ook een beetje vaag. We kunnen heel moeilijk deze ziekte voorspellen, hebben we gemerkt. Maar we weten nu wel veel meer dan een paar weken geleden. Dus dat is heel gunstig. We weten nu veel beter wat we moeten doen. En in alle landen zijn ze natuurlijk vergelijkbare dingen aan het doen. Dus we vergelijken ook. Van, nou, in Denemarken zijn de kinderen al wat eerder naar school gegaan. Gaat nog steeds goed. Dan hopen we dat het bij ons ook goed gaat. Dus ja, want in Denemarken worden dezelfde afspraken... Sorry. Dat zou niet slim zijn. Hey, in Denemarken hebben we dan ongeveer dezelfde afspraken met de scholen als de kinderen hier op school. Dus die juffrouw die in een vierkantje staat. Ik vind het nou, zo ik weet, de details niet precies. En het is ook nog zo dat de scholen best wel wat ruimte voor invulling hebben. Zelf. Het verhaal ja, is gewoon, okay, iedere school hou afstand. Anders. En iedereen bedenkt andere dingen ja. om dat goed te doen. Bijvoorbeeld ook door de ene ingang naar buiten. En door ja. de anderen naar binnen. Ja, Jasmin heeft ook inderdaad een noodingang waar ze tegenwoordig doorheen moet. Hé, Jasmin, je moet door ja. de noodingang, ja. En je hebt een eigen wc, heb je met de hele klas. Ja, dus dan weer met ja. de hele klas. Dus ja, hoe gaat het in de zomervakantie? Hebben we daar al wat vooruitzichten op? Of moet ik weer een zomervakantie-tv bedenken? Nou, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Hoe meer er wordt bedacht, hoe beter. Kijk, hoe het er nu naar uitziet als mensen op vakantie zouden gaan. Bij sommige mensen hadden plannen om weg te gaan. En, kan dat al dan? Nou, sommige landen zeggen dat het misschien zou kunnen. Bijvoorbeeld Griekenland is ermee bezig. Italië ook een beetje. Oh, ik ga niet naar Italië, hoor. En je had natuurlijk ja. een heleboel mensen die gingen sowieso niet naar het buitenland. Of misschien wel niet uit Delft weg. En, ja, precies. Ja, wij willen er wel wat aandacht aan besteden. Dat er genoeg leuke nou, dingen zijn. Nou, als je nou je bestaan. School hebt gemist, heb ik begrepen van Max Cool. Max Cool is een jongen hier in Delft. Een jonge man hier in Delft die met de kinderen en hier verschillende keren al kidscode. Heb je daar wel eens van gehoord? Kidscode? Ja.
En die hebben een heel leuk plan. En die proberen jou ook al een tijdje te bereiken. Ik zeg, nou, ik spreek er vandaag. Dus Max Cool probeert jou te bereiken, want hij heeft een superleuk plan voor de zomervakantie. Om eigenlijk de lesstof die de kinderen op zijn achtergeraakt, om die op een hele leuke wijze, speelse wijze te brengen. En ook nog iets met die kidscode. Dat heet Soef Soef. En hij wil je er graag meer over vertellen. Hij zocht contact met je. Dus dat heb ik bij deze even medegedeeld. Wij gaan nou, ik kan me die naam ook herinneren. En ik dacht dat ik daar wat mee gedaan heb. Dus ik ga zo eens even weer opsnorren. Ja, alsjeblieft, want Max Cool die zocht jou om hele leuke dingen voor de Delftse kinderen, voor de aankomende juni, juli, augustus aan te bieden. Ja, want, daar ga ik eens even naar kijken. Zodra wij ophangen zo. Toppie, toppie. Ja, want ja, dat wordt natuurlijk nog hele spannende tijden. En we willen natuurlijk... kom binnen, Delilah. Er komt een van de Popta-kinderen binnen. Ik ben, ik ben aan het bellen. Dat is Hatte. Zij gaat over het onderwijs. Ga maar daar zitten bij je. We moeten afstand houden. Daar moeten we hier nog even aan wennen. We hebben speciaal de ruimte hier zo veranderd dat we die afstand met elkaar kunnen houden. Hi Delilah, dat is Hatte. Ja, ze moet even... Hallo Delilah. Hallo. Waar zit jij op school? Ja, oh. Sorry, ik ga zelf vragen. Nee, mag. Hatte, vraag maar. Wat zei je, Hatte? Ja? Ik vroeg me af hoe het is met Delilah. Wat ze er allemaal van vindt, wat er nu gebeurt. Met mij gaat het goed. En ik vind het niet fijn dat er coronavirus is. Maar we kunnen er niks aan doen eigenlijk. Nee, nou wijze woorden. Hoe oud ben jij? Ik ben 8 3/4. 8 3/4 niet vergeten, hè? Die 3/4 heel belangrijk hadden. Dat is belangrijk, dat is bijna 9. Nee, precies. Jij komt net van school. Hoe was dat? Ik vond het wel fijn dat ik weer naar school kom om mijn klasgenoten en de juffen weer te zien. Ja, je miste eigenlijk je sociale contacten, heet dat met een mooi woord. Ja, dat is gezelliger, hè? Ja, sowieso. En maar hoe was dat op school? Stond jouw juffrouw ook in een vierkant vak? Ja. Ja, waar? Gatsie. Maar in de ochtend zijn er 6 kinderen en in de middag 6 kinderen. En ik ben in de middaggroep. Maar we zijn wel met 6 kinderen, maar... Oké, dus de groepen zijn klein en verdeeld. Ja, nou dat is dan wel weer goed gedaan. Ja. En heb je nou ook pauze gehad? Nee, we mochten niet buiten spelen en we mochten niet op school eten. We moesten in de ochtend, in de ochtend moesten we genoeg eten. Ja, dus het is echt naar school, schooldingen doen en weer weg. Ja. Ja, 3 uur op school zitten. Dus het gezellig samen lunchen wat in het verleden was, dat is allemaal niet meer. Nee. Ja, het is even wennen, hè? We vinden het allemaal even wennen. Eigenlijk. Ja, het is ook wennen. We gaan er ook wel aan wennen, hoor. We gaan wel ons best doen. Toch, jongens, meisjes? Ja. Hey, ik had nog een vraagje. Weet een van jullie wat emancipatie is? Wat is emancipatie dan? Ik ben een clown, dus ik weet het niet meer. Daar heb je een rode neus op. Ja, dan weet je heel weinig. Delilah, heb jij wel eens van het woord gehoord? Nee, niet echt. Nee, zouden wij willen weten wat dat betekent? Wat was het woord? Ja. Emancipatie. Ik heb alleen over occupatie. Oh, dat is een heel ander woord. Dat wil ik ook wel uitleggen, maar dat is een enkele vraag. Dat is ook een hele interessante vraag. Obstipatie of emancipatie? Nou, we lachen in ieder geval, daar gaat het om. Ja, dat was eigenlijk de vraag die ik dacht van misschien weten de kinderen het, maar ze weten het niet. Want je bent wethouder van emancipatie. Ja, wat is dat dan, emancipatie? En wat doe je daarvoor? Emancipatie, dat gaat er eigenlijk over dat alle groepen die in Nederland leven... die moeten dezelfde rechten en vrijheden hebben. En sommige groepen... Ze zeggen het vaak van vrouwen, die nemen wat minder ruimte dan andere groepen, zoals bijvoorbeeld mannen. En als je kijkt naar emancipatie, dan kijk je eigenlijk naar, heeft iedereen evenveel kansen om alle dingen te doen die hij wil? Worden ze niet tegengehouden door anderen? Bijvoorbeeld als een man tegen zijn vrouw zegt, nou,
jij moet eigenlijk maar de hele dag binnen blijven. Lijkt me beter. Ja, waarom dan? Is er buiten Is meneer Rutte nou niet van de emancipatie dan? Wat zeg ja, je? Want die zegt nou tegen ons dat we allemaal binnen moeten blijven. Dus ja, dan... Oh ja. Nee, die man zegt je moet binnen blijven omdat je een vrouw bent. Ja. Nou, dat vinden we niet zo'n goed idee. Nee, of dan ga jij met de aardappels schillen. Ga jij met de aardappels schillen. Want alleen daar ben je goed voor. En als je klaar bent met school, hoef je niet te werken. Ja, dat zijn we niet van. Maar dat hadden we vroeger wel, hè? Ging je naar de huishoudschool en dan was je er klaar mee. En het is eigenlijk iets van nu. Wisten jullie dat? Dat vroeger was, ging je gewoon naar één school en dan mocht je daarna huisvrouw zijn. Oh. Ja, en als je ging trouwen, moest je stoppen met werken als vrouw. Ja, maar dat is dus niet meer. Dat is niet meer, maar het is nog niet helemaal weg. En dat komt dan allemaal door de emancipatie. Ja, die is nog niet helemaal af, maar het is wel stukken beter dan vroeger. Want in Nederland gaan alle meisjes naar school, net als jongens. Ja. En in sommige landen is dat nog helemaal niet zo, daar mogen de meisjes niet. Dus wij doen het eigenlijk wel hartstikke goed. Is Delft een geëmancipeerde stad? Nou ja, kijk, Delft wordt bestuurd door 6 mensen. En 4 daarvan zijn vrouw. Dus ja, waar heb je dat? Dat gaat de goede kant op, Hatte. Dat gaat de goede kant op. Het zijn ook wel weer hele leuke heren. Eén daarvan is bijvoorbeeld Bas. Dat is een hele leuke heer. Ja. Ik weet ongeveer wat emancipatie is. En dan gaan we nog wel een andere keer verder over praten. Hadden jullie nog een vraag voor die over het onderwijs gaat? Willen jullie nog iets veranderd hebben? Nu is je kans. Nou, het wordt heel hard over... Gaan de feestdagen op school nog door? Gaan er nog wel feestdagen? Dat vind ik wel een hele goeie. Gaan de feestdagen nog wel door? Want met die afstand en zo. Gaat dat wel lukken? Kerst, bijvoorbeeld. Dat durf ik niet te zeggen. Oh. Ik durf echt niet te zeggen nu, want dat hangt helemaal af van hoe netjes iedereen zich gedraagt in Nederland. En of het ons lukt om het te winnen van het virus. Om het terug te dringen. Maar als die weer terugkomt, dan kan het misschien niet. Dus ik durf niet te zeggen dat het zomaar... Je gaat ons niks beloven, Hatte. Dat vind ik heel verstandig van je. Nee. Ah, die Leila heeft nog een vraag. Zeg het maar. Mogen alle kinderen weer tegelijkertijd naar school? Ja. Nou, dat willen we natuurlijk zo snel mogelijk weer regelen. Dat alle kinderen dat mogen. Maar ook dat, het is heel saai dat ik steeds hetzelfde antwoord geef. Maar dat hangt ervan af hoe goed het gaat met het virus. Als we het heel goed doen, kan het snel weer. Als we het niet zo goed doen, dan duurt het nog langer. Het scheelt wel dat nu de zomervakantie eraan komt. Dus dan merk je het even een tijdje niet wat er op school gebeurt. Want dan is die dicht. Dus we hebben dan even 6 weken de tijd om goed ons best te doen. En in die tussentijd zitten we die kinderen wel thuis, Hatte. En hebben ze het dus proberen. Wij hebben hier 1 keer per week Ties en de Stadsclown. Maar daar moet meer voor zijn. Want dat wordt anders een hele saaie, vervelende zomer. Ja, dat ben ik met je eens. Ik ga met collega Bas ook zoveel mogelijk leuke dingen bedenken. Dat zou heel leuk zijn. Hou ons alsjeblieft daarvoor op de hoogte. Als er leuke dingen gebeuren in Delft, dan willen wij dat graag weten, zodat we dat kunnen delen. Super bedankt dat je even met ons wou praten. Ja, heel leuk. Dank voor de uitnodiging. Tot ziens. Oh, er wordt toch een vraag gesteld. Er is een boek en die heet Hoe overleef ik school? Hoe overleef ik school? Ja. Daar gaan we ons nu op concentreren. Hoe overleef ik school tot en met juli, tot de vakantie. En bedankt dat je tijd nam om met ons te bellen. En tot ziens. Tot ziens. Ja. Tot ziens, Hatte. Fijne dag. Tot ziens. Dag, dag. Dag. Nou, hartstikke leuk. Ik weet nu zoveel meer. Ik wist bijvoorbeeld helemaal niet zo goed over die emancipatie. Had jij wel eens over een emancipatie gehoord? Dat betekent dat we allemaal hetzelfde zijn. Of we nou jongens zijn of meisjes zijn, dat we allemaal gelijk zijn. Wist je dat? Ik weet alleen dat het boek van Ah, zo leuk.
En wie heeft dat boek geschreven? Misschien is dat gelijk een leuke tip. Francis Owen. En die heeft wel meer van dat soort overlevingboeken geschreven, ja, toch? Ja, er zijn er nog meer. Ja, ik heb er ook een. En die heet Hoe overleef ik zonder dromen? Hoe overleef ik een gebroken hart? Nog veel meer. Dat lijkt me erg. Een gebroken hart. Heb ik al wel een keer gehad. Heb jij al een gebroken hart gehad? Tuurlijk. Oh ja. En door wie was die dan gebroken? Die is van mij. Door wie was die dan gebroken? Iemand. En ben je toen naar de cardioloog gegaan? Door mijn konijn. Oh ja. Hoe overleef ik? Hé, we gaan even grapjes maken. Grapjassen en lolbroeken. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja, we gaan zo Ties bellen. Maar we hebben dus grapjassen en lolbroeken. Nou, zijn we er klaar voor, dames? Heeft iemand al een grapje klaar? Ja, Leila. Ja, ik. Kom er maar mee, die Leila. Gooi hem er maar in. Een vis botst tegen een andere vis. Op de ene vis zegt, hey, kijk eens uit. Zegt de andere vis, sorry, ik had water in mijn ogen. Ja, dat is een hele leuke. Had jij er nog één, Jas? Ja, en deze hoort precies bij mij. Ja. Een clown. Oh, wacht even. Een clown. Hallo. Hallo, Ties. Hebben we Ties? Nee, we hebben hem nog niet. Nou, zeg jij hem op dan. Een clown komt naar een restaurant. Een clown? Hij vraagt aan de ober, waar is het wc? Waar is het toilet? Antwoordt de ober, die is verstopt, zegt de clown. Dan ga ik die even zoeken. Dat was echt lachen. Ik heb nog een... Laten we eerst even kijken, wat Ties die... Wat is Ties er nou? Ja? 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 Hallo? Hallo? Ja! Daar is hij. Nou, Ties, wij zijn al helemaal... Oh, je bent in je slaapkamer. Ik herken het. Wij zijn hier al helemaal in de stemming. Ik heb net een hele leuke grap gehoord, want Delilah en Jasmin zijn hier ook. Ik ben, zeg even hallo tegen mijn kandert. Hallo Ties. Hoe is het met jou, jongen? Goed. Ja. Ben je ook naar school geweest? Ja, alleen van gisteren nog niet. Alleen vandaag. Gisteren nog niet, alleen nee. Vandaag. Maar hoe was dat, schat? Ik was gisteren naar school geweest. Ja. En vandaag niet. Maar hoe was dat dan? Best leuk. Ga eens een klein beetje meer naar de linkerkant staan, want anders zit ik in je gezicht. Juist, zo ja. Ja. Zo ben jij goed in beeld en ik zweef ergens in de lucht, weet je wel. Nee. Hey, maar het was wel leuk, maar de juffrouw, die stond die bij jou ook in een vierkant vak? Mocht ze niet bij je komen? Onze klas die zag er een beetje raar uit. Vertel daar eens wat over, kind. De klas zat met dat touw. Hoe heet het? Rood en wit touw. Afzet lint. Ja. Ja. Waarom dan? Nou, is dat een grap of zo? Ties, was dat een grap of zo? Was dat om te lachen? Wat zei je? Was dat om te lachen? Nee. Was niet om te lachen? Nee. En wat was er nog meer anders op school? Nou, niet echt veel.
Oké. En met hoeveel kinderen was je op school? De helft van 28. Oh, de helft van de klas. Is ja. 14. Met z'n 14. Ja. Oh, knap van mij, hè? En wat is je grap van de dag? Nou, ik heb er twee. Kom maar op, jongen. Laat clown maar eens even lachen dan. Wat? Wat krijg je als je een drol omdraait? Gadver. Vieze vingers. Nee, vieze handen. Vieze handen. Oh, het was echt waar. Ik had gelijk. Ja, ik denk gewoon meteen aan die drol. Ja, dat is echt wel een hele goeie, Ties. Volgende. Hoe noem je een oude sneeuwpop? Water. Echt Yay! Waar? Oude sneeuwpop. Gewoon een oude. Nee. Een oude. Het is waterpop. Een waterpop. Oh, dat heb je één keer per jaar. Och, dat had je één keer per jaar. Dat was een heel leuk festival. Waterpop bij Wateringen. Eén keer per jaar. Is niet meer. Heb je deze week nog leuke dingen gedaan, Ties? Ja, vooral veel buiten gespeeld. Vooral veel buiten gespeeld, terwijl je eigenlijk binnen moest blijven. Maar dan heb je ook wel een hele grote leuke tuin. En woon je toch ook wel heel prettig, waar je dus lekker veilig buiten kan spelen. Ja, dat zeker. Ja. Had je nog iets te vertellen aan Clown voor deze week? Dat je zegt, nou, dat is even een leuk nieuwtje. Ik heb even een leuk nieuwtje voor je. Ik heb nu echt mijn eigen YouTube-kanaal. Dus niet van Delft on the Move. Ja. Maar gewoon echt YouTube. Je eigen YouTube-kanaal. En waar zit dat dan? Waar kunnen mensen je vinden? En wat laat je dan zien? Soms gamevideo's, gewoon vlogs en andere dingen. En hoe heet dat kanaal? Gewoon T-Stubbe. T-Stubbe? Ja. Oké, dus als mensen jou zoeken, dan kunnen ze je vinden op je eigen YouTube-kanaal op Ties Tubbe. Ja. Oké. En natuurlijk op TikTok, waar we allemaal op te vinden zijn. Jullie ook, hè, meiden? Jullie zijn ook op TikTok te zijn. Met 153 volgers. Maar hoeveel volgers heb jij dan? Ik heb er nu 83. Nou, dat wordt wedstrijdje. Hartstikke leuk. Vlokken, zien we je volgende week weer? Hoeveel heb jij er? Ja. Hoe is het? Oh, ik hoor door de regie. Hoe is het met je moeder en hoe is het met iedereen? Erg goed. Ja, gewoon goed. Tuurlijk. Dat snap ik ook wel. Doe je ze de groeten? Zeg je tot ziens? En we spreken elkaar volgende week weer. Ja, oké. Dag Ties, bedankt. Tot volgende week. Dag. Tot ziens. Nou, dat was Ties. En Ties, is ons Ties uit Delft. Ja, en hier zitten Dilaila en Jasmin. En dat zijn toch wel eigenlijk ook twee clowns, hè? We hebben alle twee theaterclownsles. Ja, vandaag heb je een heel mooi clownsjurkje aan. Ja, dat staat heel grappig als je dat omhoog doet. Want er zit groen in. En we hebben hier een groen scherm, dus dan zie je dat. Dat is heel raar, want nu verdwijn jij een beetje. Dat is eigenlijk wel leuk. Dat is een leuk goocheltrucje. Nou, lieve clowntjes. Als de burgemeester komt. Als de burgemeester komt die vandaag? Ja. Heb je de burgemeester uitgenodigd voor vandaag? Dilalala. Superleuk. Dan gaan we zo meteen kijken naar de burgemeester. Maar nu gaan we even naar een muziekje. Klopt dat? Gaan we even naar een muziekje. Ja. Als je vader bakker is, dan bakt je vader brood. En waar die een grote vaart, dan vaart hij op een boot. En is je vader buschauffeur, dan zit hij achter het stuur. En is je vader metselaar, dan metselt hij een muur. Jouw vader is een clown, en wat doet je vader dan? Het is geen lachen.
Nou, ik doe even mijn clownsneus af. Want het gaat vandaag over clowns. Namelijk. En daarom, jongens en meisjes, gaan we bellen met mijn clownsmeester. Echt een grote, grote clown. En met hem. Je zag net de foto's, toch? En dan zag je bij de foto's zag je ook wat andere clowns voorbij komen. Nou, een van die clowns is Johnny Melville. Maar met Johnny Melville, wie zagen we daar nog meer? Regie, help me even. Jeff Johnson. Jeff Johnson en Django Edwards. Het zijn hele grote clowns. En wonen eigenlijk over de hele wereld. Het zijn straattheaterartiesten. Nou, jullie hebben heel wat straattheaterartiesten mogen ontmoeten. Spreken jullie Engels? Ja. So we can talk in English. Ja, maar he can also talk Hollands, hoor, volgens mij. Hallo? Hallo? Oh, nog geen contact. Het belt hier alle kanten op. Oh, I just hang up on you, but there you are. Who's there? Who is there? Oh, yes, it's me. It's me, totally from Hollandia. No, I am me. Can you be me? Yes. You are not me. I am me. Yes. I'm me. Yes, you. It's a very confused thing. Don't confuse it. You're a very confused thing. It's me. It's me from Hollandia. Hollandia? Hollandia. Oh, Hollandia. Hollandia. Hola. Hola. I am here with, zeg maar je naam. I don't see you. I only see me. Oh, yes, we see you. Yes, you're there. I can see we you. We see you. And after, you can look us up YouTube. We should be... Oh. After, you can look us up in YouTube. And that looks so nice. Because in top of you, you see me. Who is this birdie bird? It's in the contract. Who is this birdie bird? Losing your glasses. Oops, sorry. For the safety. Yes, I'm here, and you're there. Yes. And are there children there? Yes. Are there children there? Introduce yourself, girls. I am Griselda. No, the girls here. The girls here. Oh, sorry. Yeah. Sorry. Oh, introduce sorry. Yourself, girls. I am Delilah. Hello. Hello. I'm Yasmin, and I'm 11 years old. Oh, 11 years, hè? She said 11 years old. Heel mooi. This birdie bird talk Dutch. Hoor je dat? Yes. Ik spreek geen Nederlands, maar ik kan verstaan een klein beetje. Oh, die is echt heel leuk. Het is zo, this birdie bird speak Dutch. And you are his bird teacher? I am his human. You are his human. Yes. And what is he from you? My name is Millie Johnville. Molly Jenville. Jelly Monville. Oh, yeah, Jelly Monville. No, it's not totally right. I was thinking your name was Johnny Melfiel. That's it. Johnny is that Melfiel. Right? And what is your profession? You're an air flyer? No, I'm a computer driver. You're a computer driver. I'm driving the computer now between Amsterdam and Barcelona. I'm totally quiet now because I don't know what is a computer driver. Snappen jullie, hè? We don't snap you. I don't know either. That's why we're trying to do what we do. Okay. Hoe kan je hem niet snappen? Het was jouw leraar. Yeah, now because he is my teacher, I don't understand him. That's always the point. Yeah, the kids, they are, why you don't understand him, because he's a teacher of you. Are you a teacher? Yes, I'm a teacher. And when are you a teacher? What are you teaching? I teach birds. You teach birds. Oh, that's why I'm in the X now. I understand. I'm a swimming teacher, and I swim with the X. And you give also swimming lessons? Yes. Okay, because we have a picture here from you giving me and our regisseur here, so is Sandy. You know her. You know Sandy? Sandy, yeah. Sandy, Z-
Sandy is doing the regie. She's seeing you in another camera. But you put us one time in the front of the highway. Deze meneer heeft ons een keer aan de kant van de snelweg gezet. What? Ja, with the blind cuffs. And that was really exciting. Oh, that was somebody else who did that? Hij is iemand anders. So somebody else did that. The teacher. Okay. But you know something about that? It was me. Oh, it was the bird. Okay. Yes. And why you do that kind of things? Because we are humans and I'm a human and this guy is a bird. Okay, now I understand. Is it transformation always for the bird necessary to become a human? In Barcelona, yes. And are you sitting in the house now? No, we are driving in the computer car. In the computer car? We are computer drivers. And when you are sitting in the computer, you have no problem with safety? Sorry. Is there a safety problem? This is very, very bad. Can't do that. We're on television. Oh. Sorry. What was the question? I forget the question. Oh. Hebben jullie nog een vraag voor het birdie man? What? What's your birdie day? What is your birdie name? My bird name. Oh, his bird name. Date? Griselda. Birthday? Oh, birthday. Hello. So, do that. We're on television. What is your birthday? When? My birthday? Yes. Birthday. I had a birthday. My birthday. Happy birthday to me. Yes, happy that one. Birthday. No, I don't have a birthday. I don't have a birthday. You don't have a birthday. And the bird, did they have a birthday? I have an elephant day. An elephant day? Yes. And when is the elephant day? That is on the 11th. From December. Elf. Oh, from December. En wat zei jij? Oh, the bird has no birthday. That's why he gets jealous. I think he's getting jealous. Sorry. I think the bird is jealous now. The human. Stop it. Look, this is my pet mouse. Mew, 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 mew. I eat mouse. No, you can't eat that one. It's electric, or electronic mouse. Idiot. Por favor. Muy mal. Son, these are children from Holland. They're very educated. They don't do all day long. Yes, they do. Yes, they do, eh? Yeah. How old are the children? How old are you? Hello, kinderen. Hello. The children are totally quiet here. Yeah, question. What is your age? I'm 11 years old. Harder praten. I'm 11 years old. Wow! That's like me. Me too. I'm 11. I'm 8 years old. Eight years old. Eight. She's 18 a lot. Engels. Heel mooi. You speak your English very nice. Thank you. I have an 8 on my rapport. How's the plea? Ik heb een 8 op mijn rapport voor Engels. She have an 8 for her English. For her English on school. Ah, qué bien. Fantástico. That's why I speak Spanish. And that's why you speak Spanish. I have a 9. Do you have an 8 also for your school? An 8? An 8, yes. That means forever. An 8 plus. No, that is 9. That's infinity. 9 is forever. Who's going to be in school then? You have an 8 or you have a 9?
What's nine? I only got as far as eight. One, two, three, seven, eight. Maybe you can look it up in the computer car. Oh, that's a good idea. Is that something you can see in the... 233.456789. Nine is the next one. Yeah. You see? 7, 9. Satellites. Nine. We get the job as a windscreen wiper. Flying in the airplane. Where are you going with the computer car? We're going to Delft. To Delft? Yeah. Oh my God, this is where we are. We are in That's Delft. Really good. No. We are in Delft. You come to visit us? What a coincidence. That's what really... We have cookies. We have cookies. Delilah make cookies. Cookies? Yes, no, cookies. You like cookies? We don't eat cookies. Cookies, ze eten geen cookies. What do you eat? We eat cookies. Oh, then you can come to Delft. Yeah! Okay, let's go. Not many cars on the road. No cars on the road, that's because of coronas. is that the new coronas? There's a lot of coronas on the road. So no cars on the road. Yeah, that's very good. Ik heb een vraag rolling. Yeah, ask your question, girl. Okay. You get a question. Okay. Okay, ik wil ook een vraag stellen. So you have to think because it is English. Even kijken. Okay. Ik wil stellen. Kan ik helpen? Zeg hem maar in het Nederlands, dan vertaal ik het voor jou. Ja. In welk land ben je? In which country are you? In welk land ben jij nou? Birdland. In Birdland. In Birdland. In Struisvogelland. In Australië. Okay, so you are an Australian. We are? Yeah, because you are in Birdland. That's Australian. Oh, I didn't know. Dat is heel ver van Delft, hoor. That's a lot of kilometer to come to Delft. Did you know that? Not so many people? There is a lot of people, yes. Oh, a lot of people? Yes. Well, we can stand in the queue. We can wait. Yeah, you have to wait then. Can the bird fly? Can the bird fly? Naturally. Naturally. Whee! Whee! I see her legs now. We see her legs now. Here we are. Sorry about that. Okay. Yeah. Yeah, Yasmin? What eat the bird? What does the bird eat? Or what does he eat? You don't want to know what he is eating. Yes. Humans. I eat humans. I think we go into hang-ups. I eat mensen. Ze eten mensen. Maar dan eten... Dan Kinderen, eet wees maar niet bang. Het is een... Ik weet wat hij wel eet. Ja. Maar die een van... elektrische muis. Do you have an electric mouse there? Because yes. That's better for you electric to mouse. Eat. Ja, oké. Okay. Ja, zie je? So no humans. Maar dan eet hij toch zijn vriend ook op? Want die vriend is toch ook een... Sorry about that. I forgot to feed him. And the bird is not aggressive, eh? No. It's you me that's also, aggressive. You're not aggressive. No. Oh, yeah, because that's only because of... Ik word een beetje bang, lieve jongens en meisjes. Maar gelukkig zit hij in de computerauto. En kan ons niks gebeuren. En het is ver van Delft, want hij zit helemaal bij Australië. You better stay where you are. Yes. Oh, why? We decide you cannot come to Delft. I have a question. No. And Delilah have a question. Maar hoe kan hij je les geven als hij in Australië is? Yeah, and how do you give lessons when you all the way in Australië? Ah, that's a very good question. Yes. How do you do that? It's just a matter of teaching Australians. Now,
She's satisfied with the answer. Yes, she's totally satisfied with the answer. Yes. Yeah. Yes. I have new oorbellen. She have new oorbellen. You know what is oorbellen? Oorgallop? Oorbellen. Ik heb ook oorbellen. Oorbellen. It sounds like you can go for a drink with Mary or Bella. It's exactly like that. Exactly. You said it very good. Yeah. So in Australië kennen ze ook oorbellen. That's nice. Was er nog een vraag? Wat? What? Wat zegt jou? No, no, I was listening to the girls for the question. No. Oh. They don't have questions anymore. We love your birdman and you. Who is now the human and who is the birdman? This is the human. Okay, and you are the birdman. I am a robot. You're a robot. Okay. Heb je een vraag aan ons? Do you have a question for us? Yes. Why are you talking to me? Why not? That's the answer we're looking for. No, we are here in Delft and we're talking about clowns today. Oh yes? Yes. You know any clowns? Hello? Do you know any clown? I am a clown. Clowns? Yes. I am a clown. What's a clown? Can you explain this robot birdman what is a clown? What is a clown? What is a clown? What is a clown? Wie kan het vertellen? A clown is iemand die niet kan rekenen. Engels. Somebody who don't know mathematics. Someone who don't know mathematics. Don't know mathematics. En wat is een clown nog meer? Lief. En een clown is really sweet. A clown to be or not to be sweet. En wat is een clown? Grappig. En een clown is very funny. Oh, then we're not clowns. En een clown is fluffy. And do they have always a red nose, girls? No. 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 Only a red bottom. No, no. So, a clown don't need a red nose, girls. Een clown kan ook toveren. Not always. Toveren. And a clown, I hear here, a clown can do magic. Magic. Yes. Magic? Magic. Ja, magic. Ze heeft net haar neus weggetoverd. Magic. Ja. Can you do magic? Can I do magic? Ik kan het wel. Waar is mijn neus? Let me see now. Yes, I can do some magic. Okay. Now I'm going to see this unicorn. Now I'm going to see this unicorn. He's going to disappear. Going to disappear. Un, dos, tres. Tres. Hey! Se fue! Die bril is geweldig. Je bril is geweldig. Your glasses are great. Great. These are not my glasses. Your glasses. You have great glasses. Oh, ik wil de ogen niet zien van die vogel. It's my agent. Ah, get up. Oh, oh. It's time for me to check my hair. Excuse me. You have not hair. You have not hair. You have not. You don't have hair. It's the birdman without hair. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in open or a sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, what are we doing? Hey, here, oh, what's going on? My career is all in ruin. Hier ook zo'n ding wat hij heeft. Ja, oh ja. We have it too. Oh ja, children, take we it. We have it too. Okay, here is it. Because we have to make distance. We are not sitting close to each other. Here is it. Hoppa. Okay, let's make some music. Here. I should meet the girls. There we go. Again, you have another song? Okay.
Road Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Yeah. Don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. I'm a new woman, don't you treat me so mean. That's the dandiest woman that I've ever seen. So I guess if you say so, hey, hey, gotta be on the show. Oh, I have to stop everybody. Oh, Mr. Birdman. Ik zie je dat je altijd muziek bij je hebt. Mr. Birdman. This is Johnny in Barcelona. Thank you very much, Mr. Birdman. Mr. Birdman, oh yeah, yeah, contact. Yeah, it's all the way to Australia. Mr. Birdman, we thank you very much. Yes, you'll get my post with the check. At this, yes. I mean, with the contract. At this, very clear, what is a clown? Is it for jullie heel erg duidelijk? Yes. It's for ons heel erg duidelijk. Ah, duidelijk. Het is voor ons heel erg duidelijk. En wij zijn blij. Duidelijk, that's near Den Bosch, no? Nee, Delft. Duivelop is a town near Den Bosch. Nee, Delft is, is Zuid-Holland. Zuid-Holland. Bij Delft on the move. You can find us by Delft on the move. Zuid-Holland. Wow. On the moon. We are on the move. Wow, Delft is on the moon. I didn't know that. Nee, incredible. On the move. We're moving. Moving. Oh, you're moving to the moon. He's getting moving, and we're going to move right now because we're going to look to a film about clowns. Yes. Wow! Great. Yes. Bye. We'll come here immediately and watch it with you. You're gonna watch it with us? Yes. Thank you. Be careful in your computer car. Okay, we'll see you again one day. Bye! Tot ziens! We miss you! Tot ziens! Say hello to Caroline. Yes. Bye! I will. Whoever that is. All the Carolines in the world. Bye bye, tot ziens. Ja, dat is heel menselijk. That's human. Dat doen mensen altijd. Super gezellig in de studio.
meisjes. Oh, ja, ik roep de meiden, want die zijn even lekker naar buiten gegaan. Wat zijn ze buiten gaan doen? Boterhammetje eten of met Milky. Milky is ook buiten. Ja, geluid van de week. Ja, daar heb ik de meiden voor nodig. En we hebben natuurlijk de thuisagenda nog. Want wat kunnen we doen thuis? Wat kunnen we de hele week doen? Ja, thuisagenda. Ja, dat was weer Clown Pipap. En dat was opgenomen in Schiedam, zag ik wel. Ik kreeg hier net een hele mooie vraag van Delilah. Hoe kan je nou door zo'n clownsneus ademhalen? Als je zo'n neus op hebt... Dan praat je anders. Dan ga je al een beetje anders praten. Je gaat zelfs al een beetje anders kijken. En je gaat je ook al zelfs een beetje anders voelen. Ik voel me anders. Nou, en dat hele proces... Dat is een soort van metamorfose, dat je dan een clown wordt. Ja. Ik doe hem gauw af, want anders verander ik van stadsclown naar clown. En jullie weten hoe dat is. Hoe voelt dat? Zit je er al bijna in? Ja? Ja. En, het geluid van de week moeten we nog doen. Ja, het geluid van de week gingen we doen. Dus als we eventjes... we zouden eerst thuisagenda doen. Nee, ik wil eerst tips van de thuisagenda. Hadden jullie tips voor de thuisagenda? Wat je thuis kan doen? Ja, zeg maar. Muziek maken. Muziek maken. En die armbandjes maken. Als je niks te doen hebt, ga vooral eventjes naar de website van Lazuli Creation in Delft. Koekjes maken. En in de volgende aflevering... Koekjes maken. En in de volgende aflevering maken wij onze bonbons. En bonbons maken. Ja, afvallen gesproken. Ja, we zouden met pinda en chocola en zo... Dan gaan we... Ja, we gaan binnenkort lekker kokkerellen. Dat wordt niet de 20e, maar de week daarna. Ik denk 27 mei. Ja? Dus 27 mei gaan we hier kokkerellen in de studio. Hoe heet die clown die naast je zit? Dat is... Wij zijn de clowns van Poptoe. Oh, jullie zijn de clowns van Poptoe. Super de leuk. Hadden die nog tips, clown van Poptoe? Had je nog een tip voor thuis? Knutselen. Knutselen. Mm. En koekjes maken, hè? Want jij hebt koekjes vandaag voor ons gemaakt. Ja. Super de lekker. Nog meer tips? Ja, maak bonbons. Lekker bonbons schilderen. Maken. En schilderen. Ik heb dat laatst gedaan, het was superleuk. Superleuk. Online shoppen. Ga je kamer opruimen. En je kamer opruimen. Nu gaan jullie echt te ver hoor. Ga maar gauw naar het geluid van de week. Kamer opruimen, helemaal raar geworden. Gaat echt niet goed met die meiden hoor. Geluid van de week. Hartstikke leuk. Ja, want geluid van de week. Doe maar je ogen dicht. En doe je ogen maar open. Weet jij het geluid van de week? Dan kan je namelijk ons eventjes mailen. Op wat kunnen ze mailen, jongens? Tisentestaatsklaar@deltonmove.online. Wat een superleuk team heb ik. Of je kan natuurlijk even WhatsAppen. Of al die andere sociale media waar we te bereiken zijn. Maar weet je het geluid, TikTok, al die dingen meer. Maar weet je het geluid van de week? Dan doe je even appen naar...
Nou, heb ik ook punt online. Dat was het voor nu. Hadden jullie nog leuke tips? Ja. Nog een laatste leuke tip voor dat... Kijk naar Ties en de Stadsclown. Verkleed je als een superheld of een clown? Verkleed je als een superheld en gooi een taart in je moeders gezicht. Nou, dat laatste, dat zou ik dan niet doen. We zeggen even dag met z'n allen. Tot ziens. Tot volgende week. Tot volgende week. En maak slijm als je je verveelt. Slijm. Volgende week gaat het over groenten van het land. Weten jullie nog? Ja. Ja, we zijn een stap